Het thema van het kersthuis van Peter is niet te missen. Kerstman. Dat vind ik wel geinig. De Leidenaar versiert zijn huis, zowel binnen als buiten. Ik ben begonnen bij mijn vader. Mijn vader en moeder zijn gescheiden. Toen ben ik bij mijn vader eens een keertje begonnen met een klein dorpje op de kast. En die is overleden. En toen heb ik dat weer allemaal meegenomen. En toen ben ik hier komen wonen. En toen ben ik zelf maar een beetje gaan hobbyisten. En toen was het een beetje een uit de hand gelopen hobby. De bouwvakker begint in november met de opbouw van zijn kersthuis. Dan ga ik eenmaal beginnen. Ja, dan vind ik het helemaal leuk en alles. Dus, en dan is het elke avond even wat doen. En ik werk overdag. Dus, ik sla het ook in een garage op. Dus dan haal ik elke keer wat. Ik begin altijd weer met mijn plafond. Want dat zijn staalkabels. Iedereen weet dat hij kerstmannen verzamelt. Dus hij krijgt ze ook cadeau. 2 jaar geleden hebben we iemand gekregen die kocht een pand en daar stond het allemaal. En die weet dat ik daar gek was van kerst. En toen had hij 6 dozen staan met allemaal kerstmannen met kaarsen en sneeuwpoepen met kaarsen. En die kreeg gewoon zo van hem. Als Peter op de bank zit, geniet hij van zijn huis. Zit ik er, heb ik alles aan staan. En buiten laat ik altijd 24 uur per dag branden. En nee, hij is niet bang dat de kerstversiering buiten wordt vernield. Ze slopen je niks. En buren letten ook op hoor, overdag en alles. Dus, maar er worden ook heel veel foto's gemaakt van mensen en alles. Dus. Ja, schitterend vind ik dat. Ik blijf er gewoon te ontwoorden.